Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Mountains Flame. Voor al uw elektrische sfeerharden 3D vlameffecten. In exclusieve soundwells, klassieke harden en nog veel meer warme en luxe harden. Kijk direct op de website www.mountainsflame.nl. Vandaag besteld is vandaag in huis. Heerlijk, man. Lekker, hè? Ja, man. Echt lekker. Ja, altijd lekker bij Abdien. Rijk altijd lekker bij Abdien. Dankjewel. Deze parfum kan jij halen op mijn webshop www.abdien.nl. En als ze krijgen korting, 10% korting. Als ze de kortingscode Abdien invoelen, krijgen ze 10% korting op alle parfums. Haal meteen een parfum. Twee halen, krijg je ook nog een gift erbij. En nogmaals, ruik voor altijd lekker bij Abdien. Abdien. Oké, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welkom allemaal bij mijn nieuwe video hier in Breda. Mensen kunnen inshallah in Breda, en dit heb ik al een keer gedaan in Zwolle, 5 euro winnen ter plekke als ze 5 Arabische woorden kunnen opzeggen. Gaat het nu lukken? Dat is natuurlijk spannend, want daarom ga ik hier een aantal mensen interviewen in Breda. En wie 5 Arabische woorden kan opzeggen, krijgt van mij 5 euro als beloning. Kleinigheid, maar leuk om mee te krijgen. En natuurlijk, het allerbelangrijkste, vergeet niet om deze video te liken. Laten wij minimaal 2000 likes behalen op deze video. En reageer hieronder. En vergeet niet om te abonneren. Abdien's familie, inshallah. En laten we starten. Bismillah. Hallo dames. Hallo. Hoi. Wat is jouw naam? Zonne. Fleur. Oké, Zonne en Fleur. Eigenlijk een hele simpele challenge hier in Breda. Geef mij 5 Arabische woorden en je krijgt 5 euro. Simpelweg. Oh nee, een hele moeilijke vraag. Is het een moeilijke vraag? Echt moeilijk. Echt? Ja. Jij zou er wel wachten. Nee. Ik leer alleen maar Persisch. Ja, Persisch? Ja. Zeg eens een paar Persische woorden. Ja, oh, ik weet kan... iets. Mag je een belletje? Habiba. Habiba, 1. Nog 4. Ik weet nog eentje, maar dan wil ik liever niet. Ja, jullie komen er samen wel. Dan wil ik samen... liever niet hardop zeggen. Nee, geen foute dingen. Die ga ik, dan hoor je piep. Zeg maar. Zeg maar in haar oog. Nee, jongen. Wat zei ze? Nee, wil ik niet horen. Stacht. Wat voor woord was dat? Nee, ik ga niet zeggen. Zeg maar ding, ik laat niet horen hoor. Zeg maar. Nee. Ja, het komt uit jouw mond. Oké. Habiba. Oké, Habiba. Wat Habiba betekent? Wat betekent dat? Schatje, weet je goed, hè? Oké, volgende. Goed, jullie krijgen een simpele vraag en daarbij kunnen jullie 5 euro winnen. En ieder van jullie dient van mij, of in totaal bij elkaar, dan gaan jullie deze 5 euro verdelen onderling. 5 Arabische woorden, dan krijgen jullie 5 euro. Oké. Ja. Oké? Begin maar. Wahat, tenee, telete. Gamba. Wahat, tenee, telete. Oké, dat zijn 3 woorden. Ja. Straks mogen jullie niet dezelfde woorden gebruiken. Wahid, nee, talete. Je bent er bijna. Je hebt geteld tot 3. Zitten. Oh, 4. Oh, hij is er bijna. Je bent er bijna. Nog 1 woord. Nog 1 woord. Samba. We zijn hier niet in de restaurant, Arabisch restaurant. Nee, is geen samba. Samba is geen Arabisch. Nou, zover ik weet is samba. Nee. Dat is eten toch? Nee. Je denkt alleen maar aan eten, heb je honger of zo? Nee. Geef mij 5 Arabische woorden en je krijgt 5 euro. Simpel. Kom maar woorden. Geen pak. Ik kan dit niet voorlezen. Ze is gewoon hier ter plekke gewoon voor de camera gewoon aan het vals spelen. Ze pakt gewoon iets en ze wil voorlezen. Wat staat daar? Ik kan dit niet voorlezen. Staat in het Arabisch, mag ik kijken? Dat staat heel. Ja, het is heel zwart. Is zwart. Niks. Ja, ik zie niks. Ja. Is zwart. Het is wel Arabisch. Wat zei je? Het is wel Arabisch. Dat betekent wel. Ik zie het niet. Het is zwart. Ja. Oké. Lachmar. Lachmar? Ah, oké. Je kreeg die goed. Dat betekent, weet je wat dat betekent? Ezel. Ja. Ezel. Je hebt eentje, nog 4 te gaan. Jullie spelen samen, hè? Ik weet echt niet? Nee. Ik helemaal niks. Ook niet voor schutsen. Nee, ja. Je hoeft ook niet voor het schutsen, hè?
Arabisch. Lechnisch heeft ook iemand anders gezegd, maar dat is geen ja, dat is gewoon dialect, een soort van, ja, is Marokkaans-Arabisch. Ik reken me niet goed, straattaal. Ja, fair enough. Ik weet voor de rest, nee. Echt niet? Er is niks? Nee. Wat is je naam? Lena. Lena, oké, okay, Lena. Hoe oud? 20. 20 jaar? Ja, ja. Oké, okay, okay. De vraag is, je kan 5 euro krijgen ter plekke, dat is gewoon een hele simpele vraag, als je mij 5 Arabische woorden kunt opzeggen. Oh, oké. Okay. Ja, je kunt, doe dat. Nee? Ik denk. Je denkt, oké, okay. Ik ben benieuwd. Mensen, ik ben heel erg benieuwd. 5 euro in je handen. Okay. You can start. Wacht. Ik moet goede woorden. Ja, goede woorden, geen slechte woorden. Geen haram woorden. Ja, ja. Misschien, ik kan in een sentence. Oh, Anna Smithy Lena. Anna Smithy Lena. Anna Smithy Lena. Smithy, twee woorden, two words. Anna Smithy, what's Anna Smithy? My name is... My name is, ja. Yeah, okay. Two words, twee woorden, nog drie te gaan. Misschien. Misschien. Oh, drie. Ksar. Ksar. K-S-A. Ksar. Wat is ksar? Party, like party. Oh, taksir, hakada. Oké, oké, kasar. Kasar. Ander woord, yes. Je hebt al vier genoemd, hè? Drie. Je hebt drie genoemd, nog twee. Kasar, I don't know what that is. Oh, oké. Sahar, ja, yeah, oké. Okay. Hallo. Hi, man. What's your name? Guilherme. Guilherme. Yeah. Where are you from? Portugal. Portugal, oké. Okay. Guilherme, you can win this 5 euros. Yeah, 5 euros. Inshallah. If you answer this question. The question is, give me 5 words in Arabic, then you can get this. 5 euros. Man, yeah, 5 euro. So, no one word in Arabian. No one? No one. Ook niet één? Bangladesh? Bangladesh? Yeah, I don't know. No. Bangladesh is a country. Yeah, I know, but I don't know any word. Any word. You don't know? Arabian, no. How you go to greet someone in Arabic? Greeting. Greeting. Yes, I give this for you. Kado. Salam. Yeah. Oké, okay. Oh, this one. Nog 4 te gaan. Oké. Wie begint? Siekterlan. Siekterlan, bro, dat is Turks. Oh, ja, we zijn niet bezig. Ik moet echt even goed nadenken. Wow. We zijn niet bezig met Turks, bro. Wow. Oké, maakt niet uit, hè. Je bent. 1. Spelen jullie samen of ga je nu in het beslis even? Samen? Dat betekent dat jullie 2,52 krijgen. Ik ga niet om het geld, dat is voor de lol. Het is gewoon grappig, ik maak ook grapjes met jullie. Dan verdelen jullie deze 5 euro, scheur ik hem zo meteen in. Oké, wallah, oké. Siktelan, broer, jammer voor jou, maar maakt niet uit. Je mag fouten maken, absoluut fouten maken. Van fouten leer je. Waarom? 2. Ja. 3. Oké. Lachnesh. Dat is straattaal, broer. Dus die ga ik niet. Nee, ook niet. Nee, man, dat zijn allemaal. Dat straattaal, mensen gebruiken dat. Lehnisch is Arabisch, Marokkaans, Arabisch, daar wordt gebruikt. Weet je wat Lehnisch is? Slang. Lehnisch van Zama, je weet. En Iba'aj betekent eigenlijk Zama van die wezens. Dat wordt genoemd. Goed, jullie hebben 3 genoemd. Jullie krijgen nog twee mensen. Twee, man. Weet jij er nog één? Jullie gaan 5 euro winnen. Ik heb het gevoel. Denk simpel na. Hoe groet je in het Arabisch? Hoe groet je iemand? Salam. Ja, 2. Je moet straks deze 5 euro verdelen als 18 jullie samen doen. Ja. Oké. Okay. IJsje eten. Kunnen jullie IJsje eten, inderdaad? Ja, ik kan er heel veel mee. Wat nog meer? Shala. Huh? Allah? Ja, Allah is Arabisch. Dat ook. Natuurlijk, ja, dat 3. Nog 2. Kom op. Jullie gaan pas weg als jullie deze 5 euro hebben gewonnen. Ik heb vertrouwen in jullie. Denk na. Dat is een naam, dat is geen woord. Zeg maar. Alles wat wij je. Wij zijn niet de beste deelnemers meer. Maar vertel het ons een paar woorden. Ja, maar jullie zelf denken. Ja, maar ik hoef er geld niet. Ik ben oprecht benieuwd naar de woorden. Nou, want ik ben best confronterend. Wat voor woord zou je willen weten, bijvoorbeeld?
Aarde? Planeet? Aarde. Alam. Maar je kunt zelf ook gewoon echt Arabisch spreken natuurlijk. Dan? Ik ben geen Arabier, hè? Dus je bent tweetalig opgevoed ook? Nee, ik heb het vanuit de Koran. Ik ken de hele Koran uit mijn dus vandaar. Serieus? Ja. Jeetje, oh, ja, dat lijkt me wel... Alam. Oké, ik heb een kleine test voor jullie. Oké. Ik ga jullie helpen, totdat jullie wel deze 5 euro winnen. Ja, ik weet echt niet. Je gaat niet opgeven. Oké, ik kom zo, hè. Je kan nog 5 euro winnen. Jullie kunnen ook 5 euro winnen, zeg maar. Ik heb geen idee. Echt niet? Geef het nu al op. Maar ik weet echt niets. Doe je niks? Doe je niet alles voor deze 5 euro hier? Maar ik weet echt geen Arabisch woord. Echt niet? Je hebt opgegeven. Oké, en jij? Ik weet ook echt niet, man. Oké, jij bent er bijna. Jij moet deze 5 euro winnen. Je bent er bijna. Gamba, of niet? Gamba. Ja, zit het te letten? Die heb je allemaal gezegd. Je moet hem winnen, je moet hem winnen. Ja, klopt. Ik weet niet. Nog eentje? Ja, ik weet het. Oké. Ik ga een hint geven. Hoe groet je iemand in het Arabisch? Groeten. Dat krijg je meteen. Is Habibi ook? Ja, split! 5 euro! Kom maar hier. Je hebt 5 euro gewonnen, hè? Ja, alles voor die 5 euro. Alles voor die 5 euro. Moeilijk. Sorry, ja. Jammer. Ja. Niks. Lahmar, hoe kom je op dat woord eigenlijk? Ik kom je op dat woord? Hoe kom je op dat woord wat ik weet? Alleen dat gewoon, plotseling is dat gewoon in je hoofd. Wat voor woord ook gewoon, lahmar gewoon. Oké, jammer. Maakt niet uit. Weet je ook niet, ik geef deze aan jullie cadeau. Hoe groet je iemand in het Arabisch? Ook niet? Nee. Ik weet echt niks. Wat is jullie afkomst? Zuid-Afrikaans? Gewoon Nederlands. Nederlands gewoon. Oké. Maar maakt niet uit, jullie hebben in ieder geval goed gespeeld. Mashallah, I don't know. Mashallah, oké. Oké, nog één. Ik weet niet. Nog één. Stagfula? Alsjeblieft. Oké. Dat is snel, hè? Ja. Ja, you go. Anas en Ismi Lina. Hoe heet je? Lina. Anas Smithy Lina. Derija. Dit is Derija language voor Marokkaans Derija. Ah, yeah, dialect. My friend is yes. From there. So. Mabrouk. Ah, thank you. Yes, Mabrouk. Congratulations. Gefeliciteerd. Okay. Thank you. Yes, dankjewel. Wil je nog wat? Shukran. Zes woorden, mensen. Zes woorden. Yeah, I don't know. Sorry. No problem. Yeah. Okay. Say something in Portugal. To Portugal? Yes. But in Portuguese or English? Yes, in Portuguese. Como é que é, malta? Estamos aí em breve, num parque. Vêm estes gajos perguntar se a gente queria responder uma pergunta para receber 5 euros. Pedir 5 palavras em árabe. Mas eu não sei nenhuma, como vocês sabem, não é? Thank you very much for this. Thank you. Wat was het maar? Wat vroeg je aan mij? Hoe je iemand moet groeten. Ja, hoe je iemand moet groeten. Ja, dat betekent salamu alaikum. Oh, oké. Ja, oké. Weet je wat? Sluit dan maar even. Zeg maar salamu alaikum. Salam alaikum. Heel goed. Salam alaikum. Dank jullie wel. Even goed nadenken, man. Anama? Wat? Anama? Dat is, je begint, Anama? Je begint Turks. Heb je Turkse familie of zo? Nee, man, ik heb heel veel Turkse matjes. Waarom? Het gaat gewoon toch geen kant aan? Ja, je gaat goede kant op. Turks, alles hier. Bismillah. Dat zijn, alsjeblieft, dat zijn 2 woorden. Jullie verdelen, hè? Hey, thanks man. Wat vonden jullie van deze challenge? Ik vond het leuk, ik vond het spontaan. Spontaan, man. Leuk, hè? Leuk. Vanavond ga je over Arabische woorden dromen, hè? Ja, man. Hey, het was wel een goede test. Top, man. Dan kun je laatste woorden. Even kijken, hoor. Top, man. Ja, man. Ik vond dat jullie goed gedaan. Je noemde ook 2 woorden, maar het is gewoon goed, hoor. Jullie hebben allebei een goed teamwork gespeeld hier. Over die, je weet toch, Arabische woorden. Dank jullie wel, jongens. Geen probleem, man. Volg mijn Instagram, josh.076. Hij moet je even promoten. Ik weet niet of die erin komt, hè? Maar goed, ga doen. Jonko Mobiel, je weet het. Bro, wat is dat, Jonko Mobiel? Dat is mijn Instagram. Dat is zijn autootje. Hij heeft zo'n autootje. Oké, dank jullie wel, jongens. Hè? Arabisch is zo ingedeeld, dat als jij 2 woorden, jullie begrijpen totaal geen Arabisch. Ik zeg de eerste woord en de andere woord en dan gaan jullie mij ongeveer zeggen wat het betekent. Jannah. Wat zou dat betekenen in jullie oog? Is het volgens jullie de hel of het paradijs? Jannah. Paradijs. Weet je dat? Omdat het klinkt mooi, het woord. Wauw. Ja, het klinkt mooi. Weet je wat de hel is? Jahannam. Ja, dat klinkt wel agressief. Zie je hoe mooi Arabisch is? Ja, het klinkt ook wel heel mooi. Je zei het ook. Je zei het meteen. Hè? Ging niet twijfelen. Je zei gelijk paradijs. Oké. 3 woorden, nog 2. Denk even simpelweg. Heb je ooit
Ja, buurman, misschien Syrische buurman of Marokkaanse buurman hoort tegen zijn kinderen schreeuwen. Hey, kom naar binnen. Jij bent echt stilletjes. Wat, ja. Zeg het maar. Ik weet het echt niet. We hadden Habiba, we hadden Jenna. Oké, ik geef jullie deze cadeau. Jenna, nog één. Ik weet het echt niet. Dat is wel heel stom eigenlijk, ja. Hè? Vind je dat niet heel slecht? Dat ik nee, denk... natuurlijk niet. Jullie zijn toch niet Arabieren, dus waarom zou dat slecht zijn? Ja, maar er is wel heel veel, in het Nederlandse taal wordt het veel gebruikt. Ja. Heb je wiskunde ooit gehad? Ja. Hoe heet dat? Wiskunde A? Deze moeten jullie weten. Algebra. Alsjeblieft, allebei. Nee, nee, ik hoef niet. Lief verdiend, nee, lief verdiend. Je mag het houden. Jongens, dit is de algebra, jullie hebben het goed gezegd, alsjeblieft. Nee, nee, mag het jullie hebben allebei, jullie moeten verdelen. Dat is het, schoon de spul. Jullie hebben het verdiend. Nee, dat hoeft niet. Je hebt wel, pak maar gewoon. Neem het wel aan en dan gaan we Arabische woordjes leren. Weer en dan gaan we Arabische woorden. Oké. Kan je nog die woorden herhalen? Habiba. Wat was het, wiskunde ook alweer? Algebra. Algebra zeggen ze dan in Nederlands. En wat was het paradijs ook alweer? Jannah. Jannah. Zeg eens Jannah. Jannah. Ja, en Jahannam. Jahannam. Dat is de hel. Zie hoe Arabisch in elkaar zit. Helemaal top. Laatste boodschap. Dan zijn jullie van mij af. En kunnen jullie koffie gaan drinken? Ja, daar heb ik ook wel echt zin in, koffie. Oh. Nog maar iets. Oh, doei. Dat is het. Nou, top, dank jullie wel. Super, dank je wel.